geen Facebook Live vandaag helaas. Dat zat er even niet in. Soms lukt dat niet. Dus maar wel een filmpje. Een kaartje met de viooltjes. En die viooltjes zijn uitgestanst uit het mooie vellum van de Inkollers. In alle kleuren van de Inkollers heb je 2 vellen in dat pakket zitten. Dus de Soft Succulent, de Fresh Freesia, de Pale Papaya, de Polished Pink en de Evening Evergreen. Alle 5. En voor dit kaartje heb ik de Fresh Freesia gebruikt. En voor het kaartje wat ik nu ga laten zien, ga ik het Pale Papaya gebruiken. Want ja, heel stiekem heeft hij heel klein voorkeurtje. Wat gaan we eerst doen? Ik ga als eerste stansen. Want die bloemetjes, deze, de viooltjes, bestaan uit 3 verschillende, zeven verschillende onderdelen zelfs. Maar 3 verschillende blaadjes. En die blaadjes stans je hier in eerste instantie mee uit. En dan ga ik even met het kleine stansmachinetje doen. De mini. Uit dat mooie, glimmende papier. Zet ik ze bovenop mijn stansjes natuurlijk. En je legt gewoon even de stansjes verdeeld over dat stukje papier heen. Ik weet niet of het te zien is. Ja, ik denk het wel. En die halen we even door de stansmachine heen. En alle stansjes van deze violenset zijn te gebruiken in de mini stansmachine. Ideaal toch, zou ik zeggen. Dan hebben we 1 en 1 klein blaadje. Dus dat kleine blaadje, dat moet nog een keer. Maar Ellie zou Ellie niet zijn als ze dat niet al voorbereid had. Oh. Die heb ik dus voorbereid. Hier hebben we er al 3. En dan hebben we natuurlijk voor alle 3 ook nog die randjes nodig. En die heb ik uitgestanst uit het cardstock Pale Papaya. En dat zijn deze randjes die ook in de stansenset zitten. Ik heb hier voornamelijk mee gestanst. Het enige wat ik gestempeld heb is de tekst. Want ook met de stansje kun je prachtige kaartjes maken. Er zit echt super veel mooie stans in die set. Ik ga hem steeds leuker vinden. Wat ik van de week al zei, hè? Je hebt zo je voorkeuren en soms vind je een set heel erg mooi en dan valt hij tegen. En soms denk je, mwah, ik zie je wel. En dan vind je hem heel erg leuk. Nou, wilde ik deze sowieso hebben, want ik vind deze echt wel leuk hoor. Maar het was niet direct mijn lievelings uit de catalogus. Zo, daar heb je dus 3 randjes voor nodig. Dat is dat derde randje, stans ik ook eventjes uit. En dan haal ik eventjes met de prikker uit mijn stans. Stansjes doen we even netjes op het vel. Het daarvoor bestemde vel wat ik hier naast me heb liggen. Ik weet niet of jullie die kunnen zien, een heel klein beetje zeer me. Ik heb de mat weer helemaal zeer. Zo, die kan hier ook alvast weer op. En dan hebben we de baard nog. Hè, voor het, en die ga ik uitstansen uit het knal. Oranje. En dat is de Pumpkin Pie. En die vindt ze wel mooi bijpassen. Ik vond het wel leuk voor de baard. En ik denk, want dat heb ik, laat ik straks even zien. Ik heb ook één zo'n randje uit het pumpkin pie gestanst. Ga ik hem straks even laten zien op de vellum bloem. Eens kijken hoe dat staat, want ik denk dat dat ook heel mooi is. Ik vind het nu even in die zachte kleuren heel erg leuk. Daar hou ik het ook bij. En dan heb
hebben we volgens mij alle onderdelen van het bloemetje klaar liggen. Zo. Die kan eruit. Machientje kan aan de kant. Klap er even dicht. Hoppata. Zo. En die zetten we weg. En dan gaan we het kaartje in elkaar zetten. En heb je dit misschien al gezien, hè? Die leuke geschulpte randjes. Nou, laat dat nou ook een nieuwe standaardset zijn. En die hoort bij de bundel Color en Contour. Die hoort bij deze bundel. Maar er zitten zo... Kijk, de bloemen zitten hier ook in. Kijk, dat is deze bloem. Die standen je daarmee uit. Denk, oh, ik moet hem natuurlijk andersom neerleggen. Deze bloem kan daarmee uitgestanst worden. En die bloem kan daarmee uitgestanst worden. Dat moet ik even gaan draaien, maar... Goed. Ja. Zo. Maar moet je eens kijken wat je dan nog hebt. 1, 2, 3, 4, 5 verschillende stansen en een randstans. Superleuk. En deze had ik in eerste instantie niet besteld, maar ach, ik kon het niet laten. En nu mag ik even niet meer hoor, nu is het even klaar. En deze ga je natuurlijk ook voorbij zien komen van de week of volgende week. In een van die twee weken. We gaan nu eerst het kaartje even in elkaar zetten. En dan is het eerst even de randjes op het blaadje zetten. De blaadjes hebben ook een kleine embossing erin. Dat zie je bijna niet, maar als ik kan het wel heel goed zien. Misschien kun je het even kijken. Ja, ik denk dat je het wel kunt zien. Dan gaan we die randjes erop zetten. Dan laat ik ook even zien hoe die is in het knaloranje. Dus in pumpkin pie, want ik denk dat het... Je kunt het natuurlijk ook gewoon deze kleuren ook nog combineren met onze bestaande kleuren. Super. Echt ook heel erg leuk. Ik ga dit echt wel in een zachte kleurtje houden. En dan doe ik even mijn smalle flesje. Dit is een of ander flesje wat ik ooit eens heb gescoord. En er zit gewoon Tombow in. En volgens mij heb ik hem dicht laten slibben nu. Dus ik vrees dat ik gewoon met de Tombow-fles moet gaan werken. Ja, deze moet ik eerst weer openmaken. Als je dit soort dingetjes niet direct dichtzet, dan slipt hij dicht met de lijm. En dan moet je hem eerst weer even schoonmaken. Dus gaan we heel voorzichtig met de Tombow aan de slag. Vind ik altijd die grote, want dan heb je die grote tuiten. En dat vind ik altijd wel een beetje lastig. Met dit soort smalle randjes. Nou had ik natuurlijk ook gewoon stickerpapieren ronde kunnen doen. Hoe noem je die ook alweer? Ja, dat onthoud ik even voor de volgende ronde. Want dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen. Als je deze gaat doen. Kijk, dat bedoel ik dus. Want ze spuit al dat lijm eronder uit. En dan gaat dan je vingers zitten. Ook ik heb dat. Dat maakt het gewoon vervelend. Ik wil hem natuurlijk wel een beetje netjes erop hebben. Zo, die zit. Zo. Nou, nog minder lijm. Probeer het te gebruiken. Echt heel weinig. Zet heel eenvoudig tegen het randje, want hij loopt echt precies met de contouren mee van het blad. Er zit lijm aan mijn vingers. Dat is gewoon echt dan geduld. Zo. En de laatste. Want... Ik weet, jullie hebben dat nog niet gezien, maar ik weet dus dat ik de anderen al voorgewerkt heb. Die zijn al gedaan. Zo. En dat is nummer 3.
En ik heb ergens de fine tip staan. Maar die gebruik ik heel weinig. Gek genoeg. Die heb ik voorlopig even niet nodig. En dan kunnen we de bloemetjes in elkaar gaan zetten. Met bloedotjes. En ik moet even... Ik zet een bloedotje op het puntje van dit blad. Die zet ik onder dat blaadje. Vervolgens zet je er een puntje bovenop. Dan plakken we het grote blad daar weer op. En dan moet hier de baard. En die moet toch echt weer eventjes met lijm. Want die wil ik er wel gewoon plat op hebben. En niet verhoogd. Zo. En die komt gewoon hier erin. Eventjes vasthouden, want op het vellum duurt het even iets langer voordat het vast zit. Zo, dat is het eerste blad. En dat doen we met alle drie natuurlijk. Want ik wil drie blaadjes op die kaart. Ik zal het kaartje even hier boven in de hoek leggen. Mijn bloedotjes. Eén, twee, ho, en drie, en vast. En dan hebben we er nog één. Eén. Twee. En vast. Dan pakken we die twee kleine hartjes, hartenbaardjes, baarden noemen ze het. Het hartje van het viooltje. Ze zijn leuk, hè? Ze zijn echt super schattig. En deze nog. En dan zit je natuurlijk af te vragen waar de blaadjes zijn. Nou, die heb ik echt allemaal voorbereid, want die heb ik gisteren al laten zien. Die twee die plak je gewoon leuk op elkaar. Dat zijn ook gewoon twee stansjes. Die stans en die horen bij elkaar. En deze stans en deze horen bij elkaar en daar stans je die blaadjes mee uit. En dan kun je ze natuurlijk ook apart, die onderdelen kun je ook gewoon apart van elkaar gebruiken. Maar ik vond het wel leuk om ze eventjes te combineren nog. Dus dan gaan we ze een basiskaart. En die is dan eens een keer geen 14,5, maar omdat ik deze matten gebruik, heb ik hem op 13,5 gesneden, zodat je niet een te grote rand gaat krijgen. Ja, wel gewoon bij 21. Dus hij is 13,5 bij 21. En dan gaan de bloemen hierop. Zo. Deze komt hier. Leuk, hè? Ik krijg hier wel heel erg een lentegevoel van, hoor, van deze set. We zijn ook best wel realistisch. En deze zet ik wel verhoogd met een dimensional erop. De grote plak ik eronder. 1 is genoeg. Niet zo hebberig. En die gaat er ietsje overheen. En dan de blaadjes er nog op. Die steken we er gewoon tussenin. Groot en klein door elkaar heen.
Oh, niet te fanatiek. Deze komt hier. Het kleintje komt ernaast. Nog een blaadje. En de laatste. Dan gaan er nog even dimensionals op de achterkant van de kaart. Of van de mat eigenlijk, hè. En normaal gesproken, als ik hem echt voor een workshop of iets zou maken, dan zou ik voor de binnenkant ook een matje doen. En daar nog eventjes op stempelen. Maar dat heb ik voor deze keer achterwege gelaten. Dat ik toch ook echt wat krap in mijn tijd zat. En ik had eigenlijk nu eerst moeten stempelen. Oh, dat is wel een beetje balen. Ik ben vergeten de tekst erop te stempelen. Nou, dan moet dat nog maar even spontaan op de verhoogde kaart. In de hoop dat het lukt. En anders komt er gewoon... Ik kan natuurlijk gewoon een matje eroverheen doen. Nee, ik ga wel proberen te stempelen. In het peel papaya. Geluk zit in een klein kaartje. Die teksten zijn ook leuk. Ja, gelukt. Gelukkig. Daar word ik gewoon blij van. Dat het toch gelukt is. En nog wat van die leuke steentjes erbij. Die ook bij de inkollers horen. Die mag hier. Nog eentje bovenaan. En dan is die klaar. Dan hebben we twee super schattige kaartjes. Met de vrolijke viooltjes waarvan alleen de tekst gestempeld is en de rest is uitgestanst. En stiekem een stansenset uit een andere set gebruikt. Zodat je die ook alvast een beetje gezien hebt. Tot morgen zeg ik. Morgenochtend. Rond de klok van 10, half 11. Ergens tussen 10 en half 11 kom ik live met de handband petals. Ik zeg een hele fijne avond nog en wie weet tot morgen.